Les amis des aveugles est une ASBL qui a comme but d'augmenter l'autonomie des personnes avec des déficiences visuelles. Momentanément à Coxyde, nous sommes dans le centre de formation de chiens guides et il y a également un service social qui travaille sur toute la Flandre. À Mons, il y a également un centre de notre association. Il y a une maison de repos, un service résidence pour adultes, un ETA et également un centre de formation pour chiens guides. En Flandre, nous envisageons aussi agrandir notre offre vers notre groupe cible. Ja, net worden er 10 blindgeleide honden opgeleid, maar dit zouden we heel graag willen verhogen naar 15 blindgeleide honden per jaar. Il y a 1011 bénéficiaires en Flandre et 2320 en Wallonie. We hebben 21 medewerkers in het centrum van Coxyde. La Crayon Foundation nous a offert 5000 euros pour le parrainage en or de Rinus. Rinus is een opleiding tot demohand voor het centrum van Vinus en Blinden. De honden krijgen hier een positieve opleiding. Wij gaan, als de hond hier zijn opleiding start, beginnen in een rustige omgeving. En we gaan altijd het moeilijker en moeilijker maken, zodat hij op het einde van zijn opleiding een blind persoon perfect kan begeleiden. Wij werken voornamelijk met labradors en golden retrievers. Dit vooral voor hun aaibaarheidsfactor en hun will to please. Wij zijn vooral op zoek naar een hond die van puppy af eigenlijk al redelijk stabiel is. Een hond gaat tot zijn 10 jaar werken ongeveer en daarna gaat hij op pensioen. Een blinde persoon kan dan kiezen of dat de hond bij hem in huis blijft of niet. Vanuit het voltallig team willen we heel graag de Crayon Foundation gaan bedanken voor de fantastische steun.